De romantische plattelandscomedie Leven Boerenliefde van regisseur Steven de Jong draait vanaf 16 mei in de bioscoop. Een groot deel van die film is in Friesland opgenomen. Boer Jelte, gespeeld door Cas Jansen, heeft na het verlies van zijn vrouw weinig zin in een nieuw romantisch avontuur. En al helemaal niet met iemand die het boerenleven niet begrijpt. De meest onwaarschijnlijke vonk die kan overspringen is die tussen hem en Wenda, gespeeld door Tatum Dagelet. De populaire presentatrice van het kijkcijferkanon Leven Boerenliefde. Als die datingshow van de keiharde producer Kenneth uitgerekend op zijn erf een nieuw seizoen komt opnemen, lijkt het een ultieme botsing van culturen te worden. Maar tegen alle vooroordelen over stadsmensen en boeren in, bloeit er tussen het frisse groen een bijzondere liefde op. Dave! Ja, werk aan de winkel. Ja, maar ik sliep net. Wat, zo? Ja, anders kan ik niet slapen. Ik had nog 30 seconden om de wereld te redden. Waar kijk je naar? Naar een glimmende stadse ijsberg. Dat ons platteland komt verstoren. Jij gaat stalen, is dat duidelijk? Daar word je voor betaald. Hier is uw gastvrouw van vanavond, Wenda van Smol. Een hele goede avond allemaal. Is er weer een boer met zijn poot op een kabel gaan staan? Die windmolendynamo zorgt voor een storing op de satelliet die we nodig hebben voor de live-uitzending. Dat ding moet uit, dan kan niet draaien. Hey. Wie denk je dat je bent? Stadse flapdrol. Ja, karate. Kijk, dit wordt het deal. Hij gaat meedoen met het programma. En daar ga jij vanavond voor zorgen. Ik ben kandidaat, jij? Ja, ik ook, geloof ik. Oké, daar gaan we. En dan hebben we hier... Jelte Heeg. Hebbes, klaar, kniepen we. Komt helemaal goed. Nou, ik heb nog nooit een beroemdheid in huis gehad. Ah, nee, ik lieg. Bassie. Wenda, hè? Wat doe je dat voor de kost? Wenda is Wenda. Ja, dat weet ik. Hè, maar Wenda is geen beroep. Wat? U weet hoe het gaat. 5 boeren mogen kiezen uit 25 vrouwen. Dat is toch ook jouw show? Zijn toch ook jouw kijkcijfers? Jij begrijpt dat wij een contract gaan ondertekenen? Ik heb natuurlijk geen zin in glazen. Ik kan natuurlijk ook die boerderij voor je sluiten. Is dat een idee? Is een optie? Is een keuze? Wat is met jou gebeurd dat jij zo geworden bent? 21 miljoen om en nabij. Heren, wacht even. Waar moet de declaratie heen? In de brievenbus. Jelte? Dit is televisie. Die willen nou vriendelijk. Dit gaat over trouwen. Daar zit toch niks vriendelijks aan? Wow. Een vrouw zonder kont? Dat is geen vrouw. Wat jij hier ziet, dat zijn de voorbereidingen op een loopgravenoorlog. En daar ga jij mooi bij zingen. Volgevreten hok. Ja, dan toch wel heel erg schokkend nieuws, Albert, vandaag over de liefste vrouw van Nederland. Ja, heb ik toch gehoord. In de stad deel je vaak samen één leven. En op de boerderij deel je liever leed met heel veel levens. Wat ben jij nou aan het doen? Ik ben aan het oefenen voor Superman. Maar vind mij eens een vrouw die met jou al die levens wil delen. Dat is boerenliefde. God, wat is die boer goed. En niet binnen de lijnen. U krijgt van mij een bekeuring. Schrijf jij lekker die boete. Stop hem maar onder de ruitenwisser.